Goedemorgen en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik zit nog steeds in quarantaine. Ik weet niet of ik de vorige vlog online ga zetten, maar ik wilde een weekvlog starten vorige week. En toen op dinsdag kwam ik erachter dat ik corona had, dus die weekvlog is niet echt een weekvlog geworden. Maar ik zit in ieder geval nu nog steeds in quarantaine en het gaat wel al een stuk beter. Ik ben niet meer zo heel erg ziek. Ook al iets minder verkouden dan gisteren. Dus dat is ook positief. Want als ik morgen 24 uur klachtenvrij ben, dan mag ik woensdag uit quarantaine. Dus daar gaan we wel voor. Verder heb ik net mijn wenkbrauw even geëpileerd. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dat was heel erg hard nodig. En ik heb eventjes een planning to-do-lijstje gemaakt. Even mijn planner weer ingedeeld. Er staat nog niet heel erg veel op. Deze week eigenlijk nog helemaal niks. Alleen dat ik vrijdag vakantie heb. En hier heb ik even een to-do-lijstje gemaakt met alles wat ik voor school tot nu toe moet inhalen. Want ik kon natuurlijk niet naar school. En we zijn net begonnen aan een nieuw blok. Dus ik moet best wel veel meteen al inhalen. Dus ik ben van plan om dat vandaag dit allemaal af te krijgen. En dan vandaag heb ik ook les. Dus alles wat ik vandaag dan mis, wil ik dan morgen inhalen. En woensdag, als ik uit quarantaine mag, kan ik weer naar school toe. Morgen was ik sowieso vrij, dus dat was morgen even mijn, hoe heet dat, dagje dat ik weer bij kan komen. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker in bad. Het is al wel 10:50. Maar ja, nog maar even een soort van profiteren dat we in quarantaine zitten. Kleine mini vakantie. Ook al heb ik vrijdag weer vakantie. Maar niet echt. Maar ik wilde graag dit spul gebruiken. Dit heb ik met kerst gekregen. CeraVe Hydrating Cleanser. Voor normale tot droge huid. Want ik heb gewoon echt last van een droge huid nu. En ik heb ook de crème hiervan. Die gebruik ik wel echt heel vaak. Die vind ik heel erg fijn. Maar deze heb ik nog niet gebruikt. Dus ik wilde nu in bad gaan. Dus ik dacht, dan ga ik dit meteen even gebruiken. We zijn een paar uurtjes later. Het is volgens mij 3:30 of zo nu. En ik heb lekker even in bed gelegen. Niet aan school gewerkt nog. Ik kan gewoon echt geen motivatie vinden. En ik ben zo goed in uitstellen. Morgen heb ik ook nog een hele dag namelijk. Maar ja, misschien dat ik straks nog wel wat ga doen. En nu ga ik even lekker een hapje eten beneden. En wat drinken. Want ik heb echt nog niks gedronken vandaag. Zo slecht. Ik weet dat jullie het leuk vinden om outfits te zien. Dus ik dacht, dat ga ik even wat vaker doen. Ook al zit ik nu thuis en heb ik nu gewoon mijn truitje aan van de Zara en mijn sportlegging. Heerly. En ik doe zo mijn pantoffeltjes aan. Goedemiddag. Het is vandaag dinsdag. Het is bijna 4:00 en ik heb vandaag grotendeels van de dag aan school gewerkt. En ik zie er echt niet uit. Mijn haar is ook echt disgusting. Maar morgen mag ik uit quarantaine, dus ik ga nu lekker even de hond uitlaten. En ik heb net kaartjes gefixt voor Mystic Garden. In juni ga ik met vriendinnen uit Amsterdam naar het festival toe. Echt super leuk. Ik ben nog nooit echt naar zo'n festival geweest. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar het zal wel leuk worden. Jullie wat een kaartje kunnen fixen. Dus die heb ik snel overgekocht. Dus ik ga mijn jas aandoen. En dan even met die luie hond lopen. Ga je mee? Een popcornje gemaakt en die ga ik nu lekker boven in bed opeten. Het is vandaag woensdag en het is al best laat. 4:00 is het al, maar ik had vanochtend echt flink veel haast, dus ik kon niet vanochtend al filmen. Ik kom net uit school in ieder geval en over een uurtje ongeveer is Sanne hier. Die zou om 5:00 op Centraal zijn en dan komt ze hierheen. Want die heb ik echt al vet lang niet gezien, dus dat wordt wel erg leuk, hoop ik. Het zal wel. Om elkaar weer even te zien. En dan gaan we lekker ergens een hapje en een drankje doen. Ik weet nog niet precies waar. Nog even kijken wat leuk is. En verder ben ik vandaag eens naar school geweest. Dat was eigenlijk niet heel erg spannend of boeiend. Maar ik was natuurlijk door mijn corona nog niet naar school geweest. Überhaupt sinds het nieuwe blok één keer. Dus ik moest wel.
Dus ik heb mijn plicht weer even gedaan. Ik heb niet het idee dat ik er super veel van opgestoken heb. Maar vooral omdat ik nog best wel achterloop. Nu doordat ik ziek ben geweest. Dus ik moet eventjes inhalen. Dat ga ik morgenmiddag lekker doen. Want morgen ga ik weer uit eten. Echt best wel erg eigenlijk. Want morgen moet ik tot 12 uur naar school. En dan komt papa aan het eind van de middag naar Amsterdam. En dan gaan we samen eten ergens. En dan kan ik daarna ook lekker mee naar huis rijden. Dus dat is echt super chill. En het is wel een beetje overdreven. Maar papa en ik deden het wel vaker. Gingen we samen uit eten. En dat hebben we al heel lang niet gedaan. Dus het leek me wel leuk. En dan moet ik morgen toch heel de middag wachten. Want ik ben om 12 uur al uit. Dus ik kan morgen lekker aan school werken. Ik weet niet of jullie het interessant vonden. Maar ik wilde deze week vlog meer outfits laten zien. En ik heb nog geen outfits aangehad. Deze trui is van H&M. En mijn flare broekje is van de Sting. Dat is de enige broek die ik nu bij heb. Want ik had geen zin om meer te dragen. Ik heb echt lekker in zo'n tasje zitten in mijn kleding. Voor deze dagen. Want ik wilde natuurlijk straks met het eten wel een beetje iets leuks aan. Dus ik hou gewoon deze broek aan. Maar ik heb een blouseje en morgen hetzelfde. Dus weer een ander blouseje. Maar hetzelfde broek. Dus het zijn ook geen hele bijzondere outfits of zo. Maar gewoon wel leuk. En wat ik nu wilde gaan doen. Ik heb een tijdje geleden al deze foto's uitgeprint. Besteld. En die wil ik graag op die deur plakken. En ik heb ook dit gekocht. Bij Action. Om ze op te plakken. Maar ik ben er gewoon een beetje. Ja, niet sceptisch over. Maar gewoon een beetje bang voor dat het echt lelijk wordt. Dus ik weet niet zo goed waar en hoe ik moet beginnen. Ik denk dat ik gewoon ga plakken. En als het lelijk is, dan haal ik het er wel weer een keer af. Want volgens mij gaat het best makkelijk met dit. Dus ja, ik denk dat ik het gewoon ga doen. Want je kan het niet echt eerst uitleggen of zo. En ik heb niet zo heel erg slim. Nou ja, ik wist niet zo goed wat leuk was. Dus ik heb staande foto's. Maar ik heb ook liggende foto's. Dus ik moet even kijken wat leuk is. En dan over een uur is Sander er. Dus in die tussentijd moet ik me ook nog wel klaarmaken. Maar het komt wel goed. Mijn camera is niet zo erg vol meer. En ik ben mijn oplader vergeten. Dus ik ga dit nu lekker doen. Maar ik ga er geen timelapse van maken. Want ik ben bang dat mijn camera dan niet volhoudt. Misschien kan ik met mijn telefoon wel een timelapse maken. En anders dan laat ik jullie gewoon het eindresultaat zien. Alright, zoals jullie achter me zien. We zijn al een beetje verder. Status op dit moment. Ik zal het even laten zien. Ik heb het zo gedaan. Ik vind het op zich wel cute. Zeg maar horizontaal en verticaal naast elkaar. Dus dat is dat. Het is nu 4:15. 4:50 al. En ik heb nog wel wat foto's te gaan. Maar ik ga hem eerst eventjes klaarmaken. Zodat dat straks niet meer hoeft te haasten als Sander er is. Dus dat ga ik nu even doen. En als ik dan klaar ben, ga ik nog verder met dit. Want ik vind het ook echt leuk om te doen. Ik denk wel dat ik te weinig foto's heb voor heel de muur. Heel de deur. Maar ja, we gaan het gewoon zien. Ik vind het wel heel erg leuk worden in ieder geval. Nou, fitcheck. Niet heel bijzonder. Maar mijn blouseje is van de Costas. En broek, zoals ik al had gezegd, is hetzelfde van de Sting. Deze week. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en kleine wending, want ik ben weer thuis bij mijn ouders. Het zonnetje is een beetje irritant, maar ja, ik zou eigenlijk natuurlijk gisteren in Amsterdam blijven en dan vandaag met papa daar lekker gaan eten, maar dat hebben we even verzet. Want ik ging vandaag niet naar school toe, omdat het eigenlijk een les was waar we zelfstandig moesten werken en dat ja, kan ik toch niet echt op school, dus dan doe ik dat liever thuis. En toen dacht ik, ja, dan kan ik net zo goed meteen met Sanne mee naar huis reizen. Want zij moest nog helemaal terug hierheen natuurlijk, gisteren. Dus ja, heb ik dat gedaan. En dan ga ik met papa misschien vanmiddag nog wel iets leuks doen hier in de buurt. En anders verzetten we het gewoon. Dus ik heb nu officieel lekker vakantie. En ik heb wel best wel veel te doen alsnog voor school, want ik loop best wel achter. Ik ga daar even bij zitten. Maar ik kom echt net uit bed. Misschien dat je het merkt aan mijn ochtendhoofd. Maar ik heb net in bed een Zara pakketje besteld. Want ze hebben heel veel nieuwe dingetjes. Dus ik dacht, het is wel leuk om weer een shoplog te maken. En ik had één ding wat ik heel graag wilde hebben. Dus ik dacht, dat is meteen mooi meegenomen dan. Dus ik denk dat dat volgende week ergens binnenkomt. Ik moet even kijken wanneer ik het ga opnemen. En ik had een paar dagen geleden een pakketje besteld bij de Stradivarius. En die is binnengekomen. Dus die ga ik even met jullie openmaken. Het is best wel een flinke doos op zich. Hij is ook kapot gescheurd, zie ik al.
Dus ja, let's open it. Oeh, oké. Ik ben heel benieuwd. Hoe ga ik dit laten zien? Ik zou sowieso het straks wel allemaal even passen. Dan kun je het natuurlijk beter zien. Maar laat het nu wel gewoon even zien voor de leuk. Oké, ik heb dus twee jassen, twee trenchcoats besteld. En als eerste heb ik deze besteld. Ik ga het even zo laten zien. En dit is meer een beetje een geel beige kleurtje. Dat is deze. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar ik doe het straks aan. En ik ben heel benieuwd. Ik had denk ik gehoopt dat hij iets langer was, maar qua stof en zo is hij wel best mooi. En omdat ik niet zo goed wist of ik dat ik die kleur heel mooi vond, heb ik ook een andere kleur besteld. En dat is deze. Die is wat lichter, een beetje meer witter. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Yes. Dat is deze. Dus die is een iets lichter. Ik weet niet of jullie de vergelijking zien. Dus deze wat meer geel eigenlijk. En deze is wat meer wit. Ook heel erg mooi. Maar verder is die gewoon helemaal hetzelfde. Dus ik moet straks even passen om te kijken of ik er überhaupt één leuk vind. Want ik weet niet of ik hem lang genoeg vind. Ik wilde echt een hele lange namelijk. Ja, €50 voor zo'n jas. Niet super duur. Dus ik dacht ik probeer het gewoon en dan kijken we wel of het wat is. En dan heb ik ook nog boots besteld. En dat zijn deze. Even kijken of jullie het goed zien. Ik heb ze in het zwart. Deze. En ik heb ze ook in het crème wittig besteld. Dit zijn de zwarte. Ze zien er echt wel zo mooi uit. Ook gewoon best wel mooi zacht leer. Dus ik ben echt heel benieuwd wat ik hiervan vind. Dit zijn trouwens de witte. Die wil ik nog helemaal niet laten zien. Ik vind denk ik de zwarte op het eerste gezicht het mooiste. Maar ik was gewoon op Pinterest een beetje borden aan het maken en zo. En ja, heel veel outfits had ik cowboy laarzen. Maar echt de helft had zwarte en de andere helft had witte. Dus ik dacht, ik bestel ze gewoon allebei en dan kijk ik welke ik het leukste vind. En ze waren nu in de sale, dus ja, dat houdt me ook al dan niet echt tegen. Ze waren nu €41,99. Dus ik hoop dat ze passen. Maar ik zal straks alles aan doen voor jullie. En dan even het goed laten zien. Als ik iets wakkerder ben ook. En nu ga ik even lekker ontbijten. En dan dit even fixen denk ik. Alright, het is wat later en ik heb me helemaal klaargemaakt voor de dag. Ik was een beetje chaotisch vanochtend, dus ik heb ook even een to-do-lijstje gemaakt. Daar stond op kamer opruimen, in bad, kleding laten zien in de vlog. Mijn carnavalspullen pakken en een mail sturen nog. En misschien ga ik nog wat leuks doen met papa vanmiddag. Dan weet ik niet precies wat de planning is, maar die is over iets van een uurtje thuis. Dus ik ben in bad geweest, ik heb mijn kamer opgeruimd en gestofzuigd. Dus ik heb nu nog een uurtje voor de rest. Ik zal eerst aan jullie eventjes mijn outfit laten zien. Ik heb hetzelfde blouseje aan als gisteravond. Hij ruikt ook een klein beetje naar het eten. Dus ik weet niet of ik hem aanhoud, maar ik vind het wel leuk. En dan op deze broek van My Jewelry. Die is van Juul. En dan doe ik denk ik gewoon mijn witte boots erbij. En ik heb net al de jassen gepast en de cowboy boots gepast. En de boots zijn zo fantastisch. Echt amazing. Dus ik zal het even aan jullie laten zien. Alright, ik weet niet of ik deze combinatie nou helemaal het vind. Maar dit is jas nummer 1. Wacht. Kun je het goed zien? Wacht. Ik ga het even in de spiegel filmen. Zo, dit is wat duidelijker. Dit is de wat lichtere beige jas, zeg maar. En mijn knieën zitten hier. Dus hij is best wel lekker lang. Maar ik twijfel gewoon nog een beetje, omdat ik hem wel, ja, een beetje zakkerig vindt of zo. Hij is best wel wijd. Vooral, ja, als je zo van is. Ja, ik weet het niet zo goed. Ik had gewoon niet echt meteen een wauw effect of zo. En deze jassen zie je nu best wel veel. Dus misschien dat een ander dat wel geeft. Ik weet niet of, ja, dit wijde gewoon. Of ik dat mooi vind. Dus die andere kleur heb ik eigenlijk niet gepast. Want het is precies hetzelfde model. Maar dat is dus deze. Ik vind de kleur wel echt heel erg mooi. Ik denk wel dat ik
zo'n lichtere leuker vind dan zo'n wat gelere bij mezelf. Dus dat is deze. En dan zal ik nu even de laarzen laten zien. Oké, dit gaat er even heel gek uitzien. Maar ik heb even iets korts aangedaan. Want anders kan ik de laarzen niet goed laten zien. En ik ga ze waarschijnlijk toch met iets korts dragen. Dit zijn ze. Ik heb even ze allebei aan. Ik zal even inzoomen. En ik vind ze allebei echt amazing. Gewoon dat je dat structuurtje zo nog een beetje ziet, weet je wel. Dat is ook bij allebei. Bij zwarte zie je dat nu op beeld niet echt heel goed. Vind ik heel erg mooi. En ja, ik heb op zich geen mega dunne benen, maar ook geen dikke benen. En dan vind ik het niet heel mooi als die laarzen helemaal open staan aan de onderkant. Dus en deze sluiten best wel goed aan op zich. Dus dat vind ik ook echt super nice. Ik vind ze zo gaaf. Het zijn echt pareltjes. En gewoon 40 euro is gewoon echt zo weinig geld voor boots. Want het is ook gewoon wel mooi leer, zeg maar. En als je dan bruine benen hebt, heerlijk. Met die witte. Oh, dat is zo leuk in de zomer. Ja, dus ik ben best wel wat blij. Ja, ik moet even kijken of ze allebei houden. Ik denk het wel. En dan de jassen doe ik terug. Want 40 euro, daarvoor ga je ze echt niet nog vinden, zeg maar. En ik vind het gewoon echt de perfecte hoogte. Perfect hoe breed ze zijn. Dus ja. Dat was even de update. Het is echt behoorlijk zonnig. Maar dat kon ik ook weer afstrepen van mijn to-do-lijstje. Dat ik dat moest laten zien. En nu staat er nog op dat ik een mail moet sturen naar Chiquelle. Want ik mocht weer wat dingetjes uitzoeken. Dat komt denk ik in de volgende vlog. En ik had wel dingen al wel uitgezocht. Maar ik ga even samen met mijn zus nog kijken wat zij het leukst vindt. En gewoon gezellig samen shoppen. En dan, als ik tijd heb, ga ik nog de carnavalspullen pakken. En dan zal ik wel in deze vlog laten zien wat mijn outfits een beetje zijn. Want dat wil ik dus gaan plannen, zeg maar. Even een planning maken met wat ik iedere dag ga doen en wat ik dan ook aan ga doen. Nou, het is weer even later en we hebben de carnavalspullen net een beetje uitgezocht. Ik heb nog niks gefilmd, want ik heb nog niet, zeg maar, mijn outfits per dag bepaald. Maar we gaan nu, papa, Jul en ik, lekker lunchen in plaats van het avondeten wat papa en ik eigenlijk zouden gaan doen. Want dan kan ik ook gewoon gaan hockeyen vanavond, dus dat is ook wel leuk. Dus we gaan nu volgens mij gewoon naar het Leur, naar Breda. Lekker lunchen en even misschien wat shoppen. Gefrituurd in de Japanse paneer, tempura. Alright, ik heb net met Jul alle carnavalsdingetjes achter de schuilkant vandaag gehaald. En gewoon even leuk doorheen gekeken. En ik heb nog niet mijn outfits gepland, zeg maar, voor wat ik wanneer aan ga doen. Maar ik heb wel mijn doos even gewoon apart gehouden. En wel wat leuke dingen al gezien. Dus als ik dat nog deze week ga doen, zou ik het wel aan jullie laten zien. En wat ik tegenkwam in papa's carnavalsdoos, is dit giletje. En die heb ik uitgehaald, want die gaat niet terug in de carnavalsdoos. Hij is echt zo mooi. En hij is dus van de opa geweest van papa. Even kijken hoor. Nou, ik vind met deze outfit ook nog best wel leuk eigenlijk. Kijk, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar hij heeft echt super mooie knopen. En hij is gewoon sowieso echt heel mooi. Hij heeft ook zakjes. Echt vet leuk. Dus die haal ik eruit. En die gaat niet meer terug in die doos. Die gaat lekker mijn kast in. Echt heel erg cute vind ik hem. Ik ben me nu aan het omkleden voor de hockey. Want we moeten over 3 minuten weg. Om te gaan trainen in de zaal. Laatste training, dus ik heb er op zich wel zin in. Oké, ik heb echt een zooi gemaakt van mijn kamer. Maar het is nu 11 uur 's avonds. En ik had gewoon ineens heel veel zin om mijn outfits te plannen. Dus ik heb een hele planning gemaakt. Ik zal het even laten zien. Zeg maar, dit is dan de dagen en met wie ik ga. En dan heb ik deze outfit met handboeien en sokken als boef. Dan heb ik deze outfit als voetballer. Dan dit wat ik nu aan heb als fout. Dan hebben we ons geïnspireerd op deze meiden. En ga ik als Tinky Winky. Maar dat is nog niet binnen. En dan zit ik nog te denken over Piraat. Maar er is dus echt ondertussen een boom ontploft in mijn kamer. En het is al heel laat. Ik moet morgenochtend werken. Dus ik ga nu alles weer in die doos terugproppen. En ik heb hier dan mijn outfits die al vaststaan opgehangen. Dus wat ik nu aan heb, ga ik ook eventjes allemaal bij elkaar hangen. En eigenlijk denk ik dat ik naast, als ik dan die tent weer heb, dat ik wel genoeg heb. Want
We hebben 6 dagen carnaval. En dan heb ik 4 outfits. En ik weet niet eens of ik ze allemaal ga namelijk. Dat hou ik nooit vol. En ik had ook gewoon een outfit dubbel aan. Er staat niet voor niks een wasmachine. Dus daarom denk ik dat 4 wel genoeg is. Maar ik ga dus nu opruimen en lekker naar bed. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En ik heb net lekker gedoucht en mijn haar gewassen, zoals je misschien wel kan zien. En ik ga nu de vlog editen. Verder heb ik lekker een rustig weekendje, niet echt plannen. Morgen alleen hockey en verder een beetje aan school werken en zo. Ik heb natuurlijk vakantie. Dus eigenlijk niet heel veel gaan we om te vloggen. Gewoon lekker rustig aan. Dus ik ga nu naar beneden eventjes verder klaarmaken eerst. Dan ga ik naar beneden om mijn vlogje te editen tot nu toe. En even wat eten denk ik. Ik ben nu de vlog aan het editen en ik zie dat ik helemaal geen einde heb gemaakt. Het laatste weekend, de laatste dagen waren ook een beetje rustig. Dus een beetje rommelig in de vlog. Niet echt gefilmd meer. Maar toch hoop ik dat jullie deze vlog heel erg leuk vonden. Vergeet dan zeker niet om een duimpje omhoog te doen. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, zou ik het heel erg leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei doei!